Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en goedemorgen. Calimera, er zit een vrouw tegenover die zit te werken en lekker te eten. Ik ben een beetje jaloers, want ik heb ook al trek. En oh my god, het is warm hier. Oh, kijk eens eventjes. Zo, ik kan gewoon bijna niks zien ook. Ik kom echt net uit mijn bed. En het was daar natuurlijk helemaal donker met de gordijnen dicht. Dus ik zit echt te knijpen met mijn ogen. Maar goed, we gaan in ieder geval als eerste even lekker ontbijten. We zijn dus in Athene, voor de mensen die het gemist hebben. En ik heb ontzettend veel zin om vandaag weer eventjes een beetje de boel te verkennen. En ik moet mijn zonnebril niet vergeten. Die zit als het goed is in deze tas. Even checken, ja. Oké, dat is nice. En we hebben lekker geslapen. Heerlijk. Niet heel erg lang. Omdat we vannacht om 3 uur of zo pas aankwamen hier. Dus ik ben een beetje moe. Maar we gaan er wat moois van maken. Jij gaat er weer wat moois van maken vandaag. Ja. Jij gaat weer leuke dingen filmen. Ja. Ja. Nou, we gaan weer in het kleinste liftje van heel Athene. Of misschien heel Europa, ik weet het niet. Van heel de wereld. Misschien van heel de wereld. Nee, het is wel lekker knus. Ik denk dat dit oprecht een van de kleinste liften ter wereld is. Het is echt... Eén van de. Okay. Voor personen. Oké. Want je hebt ook transport... Eén van de, ja. Zo zei jij dat. En je hebt ook transportliften. Dus je zet ze dan gewoon een paar kratjes drinken in of zo. En dat is natuurlijk nog kleiner. Ja. Maar voor mensen bedoel ik dan. Mm-hmm. Ja, echt sick. Oh, daar moet je heel in doen. Ik dacht al, waarom doet hij niks? Calimera! Nou, daar gaan we. Calimera weet ik nog wel hoor. Ja, Calispera is nog in de middag en Caligita is in de avond. Klopt, helemaal. Zo, hiernaast zit een zilverwarenwinkeltje. Kijk dan. Nou, zijn we op de streets. Gaan we even ergens ontbijtje zoeken. Oh, dikke Vespa. Zoals ik al zei, nog een beetje moe, maar moet goed komen. Zo. Ja, het autorijden en motorrijden is hier wel een beetje gevaarlijk soms. En ze dragen ook niet altijd een helm. Ja, niet echt aangeraden, maar goed, het is wat het is. Nou, om de hoek van ons hotel hebben we meteen echt, nou volgens mij wel 8 koffiewinkels gevonden. Hier heb je een koffiewinkel, dat heet Coffee Stop, met letterlijk een stopbord. En hier heb je een koffiewinkel, ik weet niet hoe het heet, Tate. Doet me denken aan Andrew Tate. Maar ja, dat is het wel. Ziet er goed uit hier. Kijk dit koffiezetapparaat. Zo. Wat een unit, hé. 3 stuks, hè. En je hebt hier wat eten. Even lekker een croissantje halen. Flesje water. Hele goeie. Hele goeie. Lijkt wel New York. Met al die gele taxis. Kijk, daar komen er ook nog 2 aan. Gele helm, ook mooi. Nou, in ieder geval, het voelt echt super goed om hier te zijn. Shoutout naar Stedentrips. Dit is weer een samenwerking met deze partij. Die ons wel vaker naar steden heeft gestuurd. Waaronder dus ook een keer naar New York. Absurd, niet normaal. Dus shoutout naar stedentrips.nl. Linkje van hun staat in de beschrijving. Mocht je zo'n reis willen maken als dit. Hier in Athene voor bijvoorbeeld een paar dagen. Hoi, hoi, hoi. We gaan leuke dingen doen weer hier. We hebben de eerste afspraak nu staan. We gaan even de boel hier verkennen in de buurt. Dus we moeten eerst even 20 minuutjes lopen. En als we daar zijn, dan gaan we eigenlijk nog typisch iets Hollands doen. Iets Nederlands. Ja. Maar daar zijn we goed in, dus het is een mooi begin. Precies. Sowieso iets wat we kunnen. Kijk eens eventjes, dit ziet er ook al gaaf uit hoor. What? Ja, we zijn echt in de stad hoor. Precies in de stad met het hotel. En helemaal in de verte daar, daarboven. Wauw. Ja, ik weet dus, we moeten even weten hoe ik het uitspreek. Want ik zit even na te denken, is het Acropolis of Acropolis? Volgens mij is het Acropolis. Ja? Ja, want ik heb het ook opgezocht. Het heet Acropolis, geloof ik. Wat zei Acropolis? Acropolis. En daarvoor zei Acropolos. Of niet? Acropolis. Acropolis. Dat is het. Dat klinkt wel goed in ieder geval. Ja, vet hoor. Dat is gewoon zo oud en gewoon op een berg gebouwd ook, hè? Maar we gaan er nog heen, dus... We moeten hier naar rechts. Naar rechts hier? Ja. Kijk dan, al die oude mannetjes ook op die scooters. Zo fijn. Nou, zonder helm weer. Daar ook. Echt niet normaal, hè? Gewoon allemaal zonder helm, zowat. Gelato. Gelato, ja, dat is wel Italiaans. Lato. Oh, yo, dat is geen eens het eerste waar ik aan dacht. Gelato. Dat is aan het thema. Oh my god. Gelato.
Ja, dit vind ik leuk. En zo'n stad, dat je allemaal van die gekke gekleurde muren hebt in één keer. Heel veel graffiti ook hier trouwens. Het is in ieder geval een stad die wel enorm leeft. Oh, kijk wat we hier hebben. We hebben hier een Monsterville. En dat betekent dus ook Pikachu. En wat andere leuke dingen. We hebben de Joker, we hebben Batman. En we hebben echt goede muziek hoor. Lekker. Nou, we komen hier later wel even terug. I will be back. We moeten nu echt wel even naar de locatie gaan halen. Maar hoe kan dat toch, hè? Dat ze hier gewoon allemaal geen helm hoeven te dragen of zo. Ik snap er helemaal niks van. Het eerste wat je ziet als je op het vliegveld landt, staat er please be safe on the road, buckle up, zoiets of zo. Dus alsjeblieft doe je gordel om, ten alle tijden. Er gebeuren veel ongelukken hier, geloof ik. Maar ja, het is gewoon normaal dan blijkbaar, als ik dat zo zie. Wat doet die guy daar? Zie je dat? Heeft hij een verzamelwoede? Hoe ziek is dat? Nou, dan valt het wel mee hoeveel dingen wij verzamelen thuis. Ja. Holy moly. Kijk hoe lief dit is. Hij heeft gewoon een katje, die heeft gewoon wat eten gekregen hier. Eten op een stoeptegel. Hey. Zo lief. Goed, we zijn er bijna als het goed is. Myron. Hoe lang geleden is het dat je hebt gefietst op een normale fiets en geen elektrische? Oh, dat is wel ja. Lang geleden. Dat is wel een tijdje geleden. Hè? Mountainbike denk ik voor het laatst. Mountainbike, inderdaad. Maar... Inderdaad. Oké, goed. We hebben allebei een fiets. Je hebt een mooie, ik heb een mooie. Roelle was de naam, toch? Jazeker. Roelle heeft ook een mooie fiets. En dat is belangrijk ook, want ze is de tourgids. En hoe lang woon je hier nou? Ja, nu een half jaar. Een halfjaartje. En hoezo ben je heen gekomen? Ik heb hier al eerder gewoond in 2018. Ja. En nu ben ik terug verhuisd omdat ik afgestudeerd was, maar geen zin had om te werken. Maar ik heb rechten gestudeerd, dus totaal iets anders. En ik dacht dat ik advocaat wilde worden, heb ik stage gelopen op de Zuidas. En toen dacht ik... Toch niet? Ja, dus ja. Dus ik weet niet wat ik wil. Zo ben ik hier, een soort quarter life crisis. Nice. Ja. Nice. Nou, dan neem je ons mee... Door Athene, ja. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Oké, okay, cool. We gaan het meemaken. We gaan een fietstour doen. Dit is het eerste wat we gaan doen in Athene. En dat is ook gewoon het meest Hollandse wat je kan doen hier, denk ik. En ik heb dus ook begrepen dat 95% ongeveer van de mensen hier die een fiets huren of een tour doen, zeg maar. Kan je ook los fiets huren of is het alleen tour? Hier? Ja? Ja, kan los. Maar kan allebei. Niet vaak. In 3 weken of zo. Ah, oké. Okay. Niet vaak. Dus ja, dat is echt typisch iets Nederlands. We gaan naar het buitenland, wat willen we doen? Fietsen. Ik was laatst met Thijs in Londen en toen hebben we ook gewoon alle dagen daar gefietst. Dat is toch zo'n typisch ding van Nederlanders. Maar dat was elektrisch, hè? Ja, dat is waar. Hey, maar komt helemaal goed, joh. Helemaal toppie. Nou ja, hier hebben we de eigenaren. Daar zit de baas. Daar zit mevrouw de bazin. Hoe heet jullie ook weer? Lina. En? En Nicolas. Nou, Lina en Nicolas, succes met het bedrijf. Veel succes met de klanten vandaag. Doeg! Kan ik een duimpje krijgen? Duimpje? Yes! Oké, is goed. We gaan nog vandoor. Ja, ik zit je nu al te stangen. We gaan als eerste trouwens even ergens stoppen voor een zonnebrand crème. Zo. Zijn we, hoe oud ben je eigenlijk, Roelle? 25. 25? Ja. 25? Nice. Wanneer word je 26? Juni. Nu, ik hoor er in één keer niet meer bij. Jij bent ouder. Ouder, wijzer. Ja. Ik ben 29, dus luisteren we allebei naar mij. Yes. Ben je de tourleider dan? Nee. Ik weet alleen nog waar ik die Drakenstraat kan vinden. Wat was dat ook alweer? Een bloemenwinkel? Ja, lettercoop. Nee, het is een toetjeswinkel. Een toetjeswinkel? Ja, kijk, wafels, een crepes, een taart. Ja. Wow. Maar als je daar iets bestelt, deel het. Zeg maar, het is een Amerikaans-Grieks concept en Amerikaanse porties. Dus echt huge. Ja. Huge. Ja, maar wel heel zoet. Dus als je uit van zoetigheid, dan... Op zijn tijd. Oké, okay, cool. Wat is misschien de meest simpele vraag, maar wat vind jij het mooiste van Athene? Het allermooiste van Athene. Los van het omgaan met klanten. Ja, ik moet zeggen, vandaag is wel een hoogtepunt. Ik moet zeggen, ik hou heel erg van het feest hier. Het feesten? Ja, Okay. Het is jammer dat jullie hier maar 3 dagen zijn, maar het is echt het hele feestcircuit hier is echt
heel groot. En het ding is gewoon dus altijd iets te doen. En is het als een mooie dame als jezelf, is het een beetje veilig hier om uit te gaan? Jawel, ja. Ik ben één keer gedrogeerd. Eén keer gedrogeerd? Ja. Echt? Ja, dat was wel een beetje naar. Maar ik was al thuis toen het allemaal gebeurde. Dus dat was geluk bij ongeluk. Maar je moet wel opletten, maar dat is eigenlijk in elke grote stad. Ja, oké. Okay. Maar over het algemeen is het wel veilig. Maar ik ben hier ook met de auto, dus ik doe heel veel zelf ook met de auto. Precies. En dat is wel een stuk veiliger. Ja. Maar je hebt wel een gedeelte in de stad waar je niet moet komen hoor. Als jonge vrouw, ook waar ik toen ik hier kwam wonen, toen zei een bazin ook van oké, weet je wel, als je ergens gaat wonen, deze wijken wel, deze wijken niet. Ja, dus. Precies, een paar tips. En ons hotel zit wel een goede... Ja, ja, jullie zitten echt... Dankjewel Mark van Stedentrips. Dankjewel voor de goede plek. Oké, nou, sick. Jullie zullen niet overvallen worden. Nee, top, helemaal top. Nee, maar over het algemeen is het goed. Okay. Het mooie aan Athene is dat je altijd overal wat te doen hebt. Nou, dat is fijn. Maar goed, we gaan zo meteen fietsen. Even voor de praktische zaken. Dat gaat anders zijn dan wat jullie thuis gewend zijn. Het is er nogal wat druk op de straat. Er zijn ook andere verkeersregels voor fietsers, namelijk geen verkeersregels voor fietsers. Er is geen aangewezen plek voor ons op de weg, geen fietspaden, niks. Okay. We hebben een route door de stad heen die zo veilig mogelijk is, af en toe met autoverkeer, af en toe met loopverkeer mee. Ja. Dus het komt wel gewoon goed, maar let gewoon altijd een beetje op. Ja. Sommige stukken zijn tegen het verkeer in, zoals de eerste straat hier zoals je ziet, blijft dan gewoon even achter elkaar. Verder is het best prima mogelijk om naast elkaar te fietsen, maar schat dat gewoon even in op basis van hoe druk het is om te leggen. Ja, precies. We gaan zo meteen naar de wijk Psyrie. We gaan naar de wijk Psyrie? Ja, Psyrie. Ja, dat is ook waar die draken zitten, die Alice in Wonderland. En dat is dus een wijk met juist veel geschiedenis. En dat was vroeger een arbeiderswijk. Ja. Dus een wijk met heel veel verschillende soorten winkels waar ze dan leren producten zelf maakten of houten meubels zelf maakten. En het was toen ook best wel crimineel. Dat is eigenlijk pas dus de afgelopen 10, 15 jaar aangepast. Nu hebben ze heel veel geld geïnvesteerd. Dus heel veel winkeltjes en restaurantjes, barretjes gemaakt. Dus zoals die Little Cook, dat is allemaal in de afgelopen 15 jaar daar gebouwd. Okay. Dus nu is het een hele leuke wijk, maar het is wel grappig als we daar doorheen fietsen, zie je het contrast. Oh ja. Het gaat echt van heel leuk, gezellig, netjes, geïnvesteerd duidelijk. En dan ga je opeens naar een andere straat in die wijk en dan is het dus totaal tegenovergestelde. Dus, okay. In die wijk, ook misschien wel leuk voor jullie, is kun je ook zien dat Athene nummer 2 stad in Europa is met de meeste graffiti. Oh wow, dat zei ik nog tijdens onze wandeling hier naartoe. Niet gehoord. Toen zei ik, je ziet ook zoveel graffiti hier. Ja, ja, het is nummer 2. En je hebt hier dus echt... We gaan er vandaag nummer 1 van maken. Ja, dat is goed. In mijn tas zitten allemaal bussen. Ja, maar het is wel grappig, je hebt dus echt aangewezen wijken waar je dus heel veel graffiti hebt. Je hebt dus ook wijken waar het totaal niet is en er wordt ook weggehaald. En dus wijken waar ze het juist stimuleren omdat ze het meer willen hebben. Dus daar zit echt een groot contrast. Oh wow, ja. Oké. Maar je hebt dus, ja, kijk, hier heb je van die frutsels, maar je hebt in die wijk ook echt groot stukken street art. Dus daar zullen we ook nog bij stoppen, zal ik je ook nog een verhaal over vertellen. Dus dan, dat is wel erg gaaf, ja. Verder, dus gewoon doe je ooit fietstours? Fietstours? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ik had nog nooit een fietstour gedaan voordat ik fietstours ging geven. Ik heb eigenlijk wel fietsen. Maar okay. Het is heel simpel. We gaan gewoon klein stukjes fietsen. Ik stop, vertel jullie wat het helpt. Hebben we een pauze. That's it. Nou, top. Ja, sounds yes. Good. Nou, is goed. Dames en heren, we nemen jullie mee in de prachtige of soms niet prachtige, maar wel artistieke en soms ook niet artistieke straten van Athene. En soms dure en soms niet dure. Ja. Ook al zie je soms het verschil niet. Want je zou inderdaad al helemaal in Nederland niet zeggen dat zo'n straat als dit een dure straat zou zijn. Maar aan de andere kant ziet het er wel heel gezellig uit. Ook met al die boompjes en plantjes. En tegenover ons hotel, dat ik gisteravond ook gefilmd, heb je zo'n gebouw, misschien ook wel een hotel, weet ik niet. Of een appartementencomplex of zo. En dan heb je ook gewoon die hele wand vol met bloemen. Met allemaal planten en zo. Dat ziet er wel nice uit. Maar ik moet zeggen, het is wel een mooi plaatje dit. Dus, nou, ben benieuwd. Nou, dit is dus nog gewoon een Nederlands kenteken is haar auto. Wat? Nederlander. Oh my god. Nou, er is ons dus net verteld dat het echt gewoon een goede dag is om te gaan fietsen omdat het niet zo warm is. Maar het is heel warm. Olivia, kan je wel? Dat ook aan mijn keer.
deze kerk? Of geen idee. Kan je Grieks lezen? Verstaan? Ja, lezen wel, verstaan niet. Oké, okay, spreken? Ik heb Oudfries gehad op de middelbare school. Dus, ik kan het wel lezen, letters, maar ik kan het niet... En ook niet spreken? Nee, misschien teamwoorden. Oh ja, ja precies. Kan je ze wel leren. Oké, okay. Nou we gaan nu een kerk binnen. En ik ben sowieso gek op de versieringen en glas en lood van kerken en alles. Oh ja, zo was de kerk in Agios Myronas ook. Zo gek. Gek versierd. Zo druk, ja. Ja. Als je één Grieks orthodoxe kerk hebt gezien, heb je ze allemaal gezien. Ja, hè? Kijk, hier heb je dus ook dat glas en lood. En ja, wat Maimon bedoelt met gek, is niet letterlijk gek, maar is gek in de zin van, het is zo'n drukte. Het is niet helemaal leeg en alleen de muren zijn versierd en that's it. Het is echt gewoon, er staat zoveel. Ja, en Roelle geeft net aan dat als je één kerk hebt gezien, dan... Ja, heb je er al heel veel gezien, want het lijkt heel erg veel op elkaar allemaal. Maar goed, dit is dus de eerste stop die we doen bij een kerk. Ik vind het altijd wel echt heel interessant om te zien. En mooi hoor, gewoon al die kunstwerken. Het is wel echt heel oud dit, geloof ik. Kijk dit ook gewoon, zo'n trappetje omhoog. Dan kan je daarboven staan. Ja, heel donker inderdaad. Ja, normaal heb je wel veel licht inval. Meestal. Kijk zo, man. Maar echt zo. Nou, het is wel mooi hoor, dit. Zo. Nou, natuurlijk even de pet af als je in de kerk gaat. Dat was een kerk. Hier in Athene. Nou, er is ons ook net verteld door Roelle dat de Grieken... Wow, dit is wel vet. Kijk dan. De Grieken verklaren mensen een beetje tot gek als je gaat fietsen hier. Maar ja, zoals ik al zei, fietsen is natuurlijk typisch Hollands ook. Dus vandaar dat de meeste mensen die hier gaan fietsen zijn dan ook Nederlands. Dus dat is wel leuk om te weten, dat als we de aankomende dagen fietsers zien, dan kunnen we waarschijnlijk wat Nederlanders verwachten. En heel zelden zie je iemand anders fietsen uit Griekenland. Hé, dat beertje, hoor je keihard. Ja, dit is dus een straat met allemaal graffiti. Hé, hey, muziekje erbij. Goede vibes. Maar je hebt ook wel een beetje kerkstrijd, hè? Ja. Tattoo shops, de barbershops en zo. En je hebt ook tattoos in je gezicht en zo. Boy, yo, kijk dit. Ik had het nog helemaal niet gezien. Zo, deze ziet er wel echt vet uit, hè. Gruwelijk. Dit was Lucanicus. Je ziet het net op zijn naamplaatje staan. Ja, daar beneden inderdaad. Ja, en Lucanicus was eigenlijk een hele beroemde hond. Hij heeft hier geleefd in 2008, toen ook de economische crisis hier begonnen is. En hier in Griekenland hebben ze één manier om met conflicten om te gaan en dat is protesteren. Dus het maakt niet uit waarvoor. Zo voor pas geleden als een protest en dat was gewoon omdat alles te duur was. Dus totaal niet gericht of zo, dat maakt dan niet uit, maar gewoon protesteren omdat het kan. Dus in die tijd kan je voorstellen, elke dag waren er demonstraties op het Syntagmaplein, dus in de buurt van waar jullie zitten. Lucanicus was een straathond, dus hij kwam sowieso overal rond. Maar het viel hem op dat daar veel mensen waren en hij dacht, nou ja, waar mensen zijn, is eten. Dus hij ging daar tussen die mensen doorlopen, kijken wat hij wel kon krijgen. Die mensen die hebben ook besloten om hem uiteindelijk te vernoemen naar zijn favoriete eten. Lucanicus, het Grieks letterlijk vertaald betekent worstje. Dus daar kwam hij ook telkens voor terug en hij bleef daar ook tussen die mensen doorkomen elke dag. En hij werd zo ook een beetje natuurlijk meegenomen door die mensen tijdens de demonstraties. Het was natuurlijk heel leuk dat telkens dezelfde hond kwam. Ja. Dus ging ook foto's van hem maken, dat hij voor de oproerpolitie stond of dat hij voor de optochten stond. En hij werd echt een beetje de bekendheid, maar het gezicht van die demonstraties. Dus ook als je hem nu nog googelt, kan je allemaal filmpjes van hem filmen en foto's van dat hij dus bij die demonstraties staat. Dus hij werd echt een soort bekendheid met betrekking tot de demonstraties. Op een gegeven moment in Griekenland wisten ze wie hij was, Europa, de rest van de wereld. En NOS Journaal is ook hier naartoe gekomen om verslag te nemen van Lucanicus. Dus hij was echt een straathond. Na zijn leven is er ook een film op hem gebaseerd. Links onder staat de titel All Dogs Go to Heaven. Is een animatiefilm. Een beetje een zielige film, echt een tranentrekker. Dus als je wil huilen, dan dat is een... Ik heb ook nog nooit een blije hondenfilm gezien. Maar... Nee, inderdaad. Nummer 1, ja. Voorspelde ook niet zo'n goede einde van het verhaal. Was namelijk in die tijd ook zo dat je veel beroepsdemonstranten had. Dus er waren letterlijk mensen die betaald werden om te demonstreren. En die kregen aan het begin van de dag een opdracht. En dat was een aantal Molotov cocktails. En die moesten aan het einde van de dag gegooid zijn. En de oproerpolitie wist er ook van. En die kreeg de opdracht dat als daarmee gegooid werd, zij met traangasbommen terug moesten gooien. Het waren niet bepaald spandoekprotesten in die tijd. Ja. En dat wisten van elkaar, dus de hoek van die maskers, van die beschermende maskers. In welke tijd was dat? 2008 tot 2012. Of 2014, sorry. Dat is helemaal niet zo lang geleden. Nee, helemaal niet. Nee, maar de crisis is hier ook nog niet zo lang geleden. Nee. Dat is allemaal maar net... Ja, maar dat heb ik wel meegekregen toen ik wat jonger was. Dat het echt zo was van, ja, Griekenland is gewoon de lul. Ja. Griekenland is, ja, gewoon economische crisis. Ja. En als je ergens
ergens niet wil zijn, is het Griekenland, want daar is de schuld. Ja, maar ik ben hier ook al jaren op vakantie geweest. Al sinds ik jong ben ik een beetje opgevoed met Griekenland. Ik ben ook met de crisis ben ik hier nog een keertje geweest. En toen zijn we met de camper, gaan we naar Italië, gingen met de boot over. En heel de camper lag dan vol met van die kleine mentels of smintpakjes met cash, omdat er gewoon geen cash te pinnen was in het hele land niet. Echt? Omdat het er niet was. Ja. Ja, dat is echt apart. Dan denk ik van, het is gewoon Europa, maar ja, toch het is toch totaal anders. Ja. Ja. Maar goed, dus maskers bestaan niet voor honden. Dus Lukanikos liep tussen die demonstranten. Die demonstranten wilden hem natuurlijk weg hebben, maar ja, hij bleef komen, want hij hoorde daar. Dus hij werd blootgesteld aan al die verschillende gassen en begon steeds slechter adem te halen. Ja, ik kan het wel raden, uiteindelijk. Was er inderdaad te veel en is hij dus in 2014 overleden. Het was wel een beetje een nationale dag van rouw. Mensen voelden echt heel erg, heel moment van stilte. Echt een moment om hem te eren en te respecteren. Hier, kijk, hebben de kroon afgebeeld, dus het was echt een soort ja, koning voor de mensen hier. Dat was echt een hele grote impact heeft hij gemaakt. Als wat bizar, gewoon een straat rond. Ja. Ja, dus hij is hier heel mooi afgebeeld. Het echt was natuurlijk iets minder mooi. Okay. Want ja, het was gewoon een vuilnisbakken was, dus het was gewoon een random hond. Maar hij heeft wel echt een flinke impact gemaakt op mensen hier. Dus het is een belangrijk stuk graffiti ook. En die vlammen erachter, dat is natuurlijk ook voor al het geweld wat er dus gebruikt is tijdens de demonstratie. Oh, bijzonder hoor. Ja. Het is wel echt mooi om te weten. Ja, wel leuk dat ik uit mezelf die hond al filmde. Zo van, wow, kijk deze hond, deze is mooi. Ja. Maar er zit er zo'n verhaal achter. Ja. Ja, dat zijn wel van die dingen natuurlijk. Kijk, ik zal ook niet alles van deze tour helemaal zo filmen en uitgebreid. Want ja, dan zou je haast zelf denken van waarom zou ik de tour nog nemen. maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende toeren en plekken waar je heen kan gaan. Maar ja, dit is wel echt super interessant om te weten. En het is mooie graffiti werk en echt wel interessant. Ja. De kringloop? Die gaan adverteren op straat van ze zijn open of zo? Nee, die rijden gewoon rond en die komen hier shit ophalen. Echt? Ja. Oh, dus die roepen om van als je wat hebt voor de kringloop, dan laat me weten, ja, dan stoppen we. Ja, heb je ook van die auto's, die hebben dan heel auto volgeladen met watermeloen en dan komen ze ook omroepen dat je watermeloen kan kopen. Echt? Ja. Oh joh. In één keer rijdt iemand langs met een freaking koelkast, bijna zo groot als de auto in zijn achterbak. Ja, als fietser krijg je volgens mij hier nooit voorrang. Is dat de meeste luxe brandweerwagen die ze hebben? Zeker. Ja, beter dan dit wordt ze niet. Ja, ziek hè. Het loopt allemaal wel een beetje achter of een beetje, het is anders. Ja, waarom ik Myra zo van dichtbij film, is omdat ze mij helemaal aan het insmeren is. Ik heb mijn pet ook afgedaan, want die was zwart en het was gewoon warm. Dus lekker wild. Sick, ingesmeerd. Tip nummer 1, Griekenland, 32 graden, levend verbranden of gewoon bruin worden door middel van insmeren. Ik wilde factor 50 halen hier, het liefst factor 70 als ze die hadden. Maar Marvin zei nee, factor 30. Ik zei oké, dan maken we een afspraak. We zijn al zoveel in het buitenland geweest. Insmeren is belangrijk, maar 50? Factor 50 mensen, altijd. Ook al ben je al bruin geworden, factor 50. Gewoon niet verbranden, dat is de missie. Mijn gezicht heb ik wel factor 50 trouwens. Maar zie je? En nu heb ik 30, hè, terwijl ik 50 wilde. En we hebben nu 30 gehaald. Dat is gewoon die dagcreme die je gebruikt. Ja. Ja, goed. Smeer jij ooit nog in hier? Ja, mijn gezicht met 50. Zie je? Ook 50. Ook haar dagcreme. En nu heb ik 30 als enige. Ja. Wil jij ooit dagcreme hoor? Maar de rest ja, liefst wel. Nee, dat doe je niet meer. Nee, okay. Nou goed, we gaan weer verder. Ja, graffiti is echt een ding, dames en heren. Zelfs de coolbox daar zit een gezicht op met graffiti. En hier gewoon, je kijkt dan Monster Energy. Allemaal graffiti gespoten. Of wat is dit? Of is het getekend? Lijkt wel getekend trouwens. Ja goed, we gaan weer verder. We hebben zonnebrandcreme gehad. Let's go. Krijg je als fietser hier ooit voorrang? Als je het neemt. Oké, als je het neemt. Nou, ik weet niet of het handig is om het te nemen. Maar goed, we gaan het zien. Kijk, gele taxi weer. Ja, pas op. Hier, kijk, dat bedoel ik. Zo. Gaat allemaal nog maar net. Oh, even met het ding tegen de bus. Ja, ook een bus vol met graffiti. Wow, dit is echt leuk om zo hier doorheen te fietsen en gewoon alles een beetje te filmen. Geniaal. Zo, wat hangt hier allemaal, joh? Roelle, wat is dat? Allemaal fruit of zo? Gedroogd fruit. Mooi, joh. Zo, weer allemaal gedroogd fruit. Zo, dat ruikt lekker. Wow, joh. Het ruikt super lekker. Dat was paprika poeder, geloof ik. Heerlijk. Lekker fietsen. Hey, worst. Kamelenvlees? Is dit worst van kamelenvlees? Niet allemaal. Geen Miron, maar Miran. Zo, dit is echt lekkere drukte. Zo, in één keer dikke Range Rover hier.
Zo, dikke Mercedes. En tuk-tuk. Geniaal, tuk-tuk. Maakt veel lawaai ook altijd. Kijk, zo'n klein hokje. Mooie dingen dit. Oh, sorry. Oh. Als je naar achter komt, dan gaat ze oversteken, dat weet ik zeker. Oh. Oké. Okay. Weet je het zeker? Nee, blijkbaar niet. Maar ze wilde niet. Ze deed no. Oké, gas erop. Let's go, 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 go. Uh-oh, uh-oh. Zie je? Die rijdt gewoon door. Holy moly. Zo gaat dat dus hier. Ze steekt al vet lang de hand uit. Maar nope, gewoon doorrijden. Oh my god. Ja, daarom zou ik hier niet zo snel een fiets huren in je eentje. Kijk deze kip. Mooi aan de kam. Zo, kijk eens even waar we nu zijn dan. Wat is dit? Ik denk dat Rowella er wat over gaat vertellen. De markt van Athene. De markt van Athene. De markt, ja. De markt. Als je een markt hebt gehoord, dit is hem. Oké. Okay. Het gaat een beetje anders zijn dan de markt als jullie thuis gewend zijn. Je zult namelijk bijna altijd kunnen herkennen van welk dier jouw vlees of vis afkomstig is. Door te verkopen met kop, poot, staarten, organen en al. Het ook van die mooie haakjes met alle organen van een heel diertje zo eraan. Dus het is echt heet hier veel meer onderdelen van een dier ook hier in de Griekse keuken. Oké. Okay. Kijk, met Pasen, Goede Vrijdag, hebben ze om middernacht een specialiteit. En dat is een ingemande soep. Maar ook bijvoorbeeld met Pasen hebben ze lam aan het spit. Dat vinden mensen heel raar. Maar vaak hebben ze een spit ernaast ook met de darmen van het lam gedaan. Dus, meen je? Ja. Geen zorgen, je krijgt niet in de rest omheen, want opeens we gaan lezen. Maar als je puur kijkt naar de traditionele gerechten, heb je wel veel meer. Oké. Okay. Gaan we er even overheen lopen. Let maar eens op ook naar de prijzen. Super goedkoop. Staan hier in Griekenland regelen dat verse producten super goedkoop zijn. Maar als je naar een supermarkt, betaal je eigenlijk veel minder. Meer. Bijvoorbeeld een pak kornvlees, betaal je misschien 4, 5 euro voor. Dat is echt best wel veel. Maar koop hier bijvoorbeeld een kilo kip op de markt, betaal je ook 4 of 5 euro. Dus zeg maar net waar je het koopt. Dus dat betekent dat uit eten gaat het zo goedkoop is. Dat die mensen gewoon hier naar de markt komen, hun verse eten goedkoop halen en dan dus weer goedkoper worden. Ook de reden dat veel Grieken nog uit eten gaan, ondanks dat hun inkomen zo laag liggen. Omdat het verschil gewoon heel laag ligt. Ja, precies. Ook zullen zien dat er geen voorgeschreven hygiënevoorschriften zijn. Die mogen ze volledig zelf invulling aangeven. Sommige marktkramen liggen gewoon open in de buitenlucht zonder koeling of iets. Sommige kramen zijn ook super netjes. Dus je hebt er heel hard de uiterste in. Ziek hoor. Niet op basis waarvan de mensen kiezen waar ze hun vlees of vis halen. Oké. Okay. Dat doen ze dus op basis van ons kettingbos. Dus dat is ook bijvoorbeeld, hier is alles gericht op familie en dat je elkaar helpt. Zo bijvoorbeeld later als je met pensioen gaat, krijg je hele lage pensioenen. Maar wat ze dan doen is de ouders zorgen dan voor de grootouders. Hier ook, als dus de eigenaar van de kraam de beste vriend van je buurman bij neef is, dan haal je daar dus je vlees, want je kent die persoon, je moet die supporten. En je gunt hem. Ja, exact. Wow. Dus omdat het nou beter dat is wel mooi. Maakt niet uit, je helpt elkaar. Ja. Oké. Okay. En wat vinden ze hier van filmen en zo? Vinden ze leuk, ze zullen waarschijnlijk af en toe grapje maken. Nou, 5 euro. Oh. Oké. Okay. Ook het algemeen is prima. Je hebt aan de buitenkant hebben vlees, ga even langs lopen, aan de binnenkant vis. Vis is allemaal dagvers gevangen. Dan ga je je afvragen hoe ga je het ooit verkopen, zo heel druk is het niet. Maar je ziet heel van die busjes langs rijden. Dat zijn dus vaak mensen bij restauranten werken die dan hun inkopen komen doen voor die dag. En dan mee naar huis nemen. Sick hoor. En klaarmaken. Loop ook nog op de overkant, heb je olijven, groenten, fruit. Moet je ook maar eens kijken. Echt super goedkoop. Daar heb je zo'n stuk graffiti waar ik het eerder op heb gehad. Dat is dus zo'n legaal stuk. Ja. Dat is de zijkant van een hotel. Wow, dat is mooi. Ja, vet hè? Wow, dat is echt mooi. Ja. Een soort van seize the day of zo. Zo'n tekst wat erbij past. Dus je al pluk de dag. Carpe diem. Ja, precies. Gaaf. Overigens, de straat waar we net overheen fietsen, die roken misschien ook. Dus waar al eeuwenlang alle kruiden speciaal. Ja, die paprika poeder, rook je die? Oh, dat deden ze net in zo'n grote zak. Ja, klopt. Oh, daar wilde ik gewoon mijn hoofd in steken. Ja. Ja. Paprika poeder schuiven. Ja. Ik heb vertellen, mijn broertje heeft een keertje pepers genomen. Dat moet je niet doen. Oh nee, dat lijkt me niet handig. Pijnlijk voor de neus. Oké, okay, we gaan een rondje lopen. Ik ben hyped. Ik ben benieuwd. Ik heb ook medelijden met die hond. Ik weet niet of hij het overleeft, die markt. Straks dan wordt hij aan het eind verkocht. Ja joh, je ziet hier gewoon alles aan haken hangen. Sick hoor. Naast het vlees wat hij verkoopt. Ja. Zometeen binnen, als ze al aan het bier zitten, dan worden die biertjes ook koel gehouden tussen het vis. Ja? En kan je dat ook eten op de markt? Ja, en
inderdaad. Het is wel gezellig, moet ik zeggen. Oh ja, no animal abuse staat daar op de muur. Oh, hier maken ze gewoon sushi. De sushi aan het rollen. Een van de beste sushiplekken zijn in Athene. Echt? Ja. Oh, hier zie je gewoon allemaal vis. Oh, ze zijn er ook vis aan het eten. Je ziet die ook allemaal liggen, joh. En allemaal inktvis. Oh, wel vet, hoor. Echt wel mooi om te zien zo. Moet je ook kijken hoe dat er allemaal bij ligt, hè. Inderdaad, wat ze zei qua regels en zo. Oh, dat ziet er wel mooi uit, hè. Maar als je kijkt naar regels, naar hygiëneregels en zo, dat is allemaal zo anders. De ene heeft zeg maar alles achter glas liggen en in de koeling. En de ander die heeft gewoon alles open en bloot liggen. Maar echt zoveel vlees dat je hier kan halen, dat is echt niet normaal. Ja, wat een ervaring dit. Mooi, hè? Ik ben nog nooit op zo'n markt geweest. Ja, dit ziet er in één keer zo netjes uit. Alles is gekoeld, geprijsd. Alles ziet er super netjes uit. En de rest van die hele markt is allemaal één grote chaos eigenlijk, zou je zeggen. Ja, bijzonder. Nou, hier is ook iemand bezig met kip. Ze zijn uit elkaar aan het trekken en aan het snijden. Oh, met de blote handen. Ja, ik weet niet. De laatste tijd eten wij niet zoveel vlees meer. Dus het is een beetje gek eigenlijk om hier zo tussen te staan en te lopen. Tussen alleen maar vlees. Dat dit soort dingen alleen maar goed zijn om een keer te zien. Omdat ik word er wel weer bewuster van als je zo'n hele kip ziet hangen. Dat je denkt, als je een kipfiletje ziet, dan heb je niet die kip in je hoofd. Maar nee. Nu zie je die hele kip. En dan denk ja, ik heb het niet gefilmd voor jullie. Maar je ziet gewoon de staart, de kop. Je ziet gewoon geiten hangen aan het spit, zeg maar. Op de kop. Helemaal gefileerd. Of hoe noem je dat? Helemaal gesneden. Ja, niet heel smakelijk natuurlijk. Maar ja, dit is natuurlijk wel wat we eten in de supermarkt. En wat je gewoon inderdaad ziet liggen als kipfiletje. En nu zie je het gewoon helemaal open en bloot met kop eraan en alles. In Nederland doen we dat helemaal niet. Dus ja, het is wel interessant om te zien. Maar ja, het is niet heel smakelijk eigenlijk. Nou, we gaan nu naar de visafdeling. Iets wat ik echt... Oh, het kan glad zijn. Door te vis fileren. Kijk, hier hebben we allemaal vis liggen. Zo, allemaal vis. Kijk dan, wat een joekel. Wow, dit is wel echt een beleving, hé. What the heck? Kijk dit dan. Kijk, allemaal inktvis. Dit is echt een beleving, hé. Kijk dan, allemaal krabben hier. Ja, joh. Kijk, dat vis staat hier allemaal omhoog. Zo, dit is echt een wereldje, hé. Die neemt ook even een dikke vis mee, kijk dan. Zo. Ik ben ze kwijt. Oh nee, ze lopen aan het einde. Hier, die is visjes aan het fileren. Oh, kijk die lange vis daar. Hé, deze vis had ik gevangen. Deze. Precies deze vis. Precies die. Nou, nu staan we weer buiten. Zo, dat was wel echt een beleving, hé. Ik heb nog nooit van mijn leven rondgelopen op zo'n markt als dit. Van vlees of vis. Gewoon compleet nieuw voor mij. Ik ben 29 jaar en nog nooit zoiets gezien. Heel interessant dit. Heel interessant. Het is wel echt een prachtige dag, hé. Niet normaal. En die markt, die is dus hier. Hierin zit dat allemaal, in dit gebouw. Zo. Damn, wat een beleving. Holy moly. Dit is zo anders dan Nederland. Echt absurd. Hey, doggy. Hey. Ja, echt zo anders dit. Echt absurd wat voor switch dat is van Nederland naar Griekenland. Kijk, nu komen we meer op de afdeling van... Oh, zo leuk dit. What? Geniaal. Kijk, nu komen we weer op de afdeling van Meijer Meijeren. Dit is de fruitafdeling. Groenteboeren. We hebben tomaat, we hebben melonen, we hebben fruit. Allemaal vrolijke kleuren. Lekkere slenteren op de markt hier met de dames. Kunstwerk daar, jullie hebben het net al gezien, had ik even met mijn telefoon gefilmd. Het kunstwerk daar is zo gaaf. Gewoon zo groot op dat gebouw ook gewoon. En daarboven zit dan ook gewoon een dakterras daar. Ziet er zo vet uit. Ja, goed. Ik moet echt opletten, want ik raak die dames kwijt. Want ik ben dan dingen aan het filmen en zij lopen gewoon lekker vrolijk door. Dus ik moet me even een beetje... duifie. Tomaten te koop. Dat scheelt je misschien. Zoiets. Zo, hier gaan we in één keer naar allemaal sieraden. Dit is een winkel van Milan, hè? Ja, dit is de vlooienmarkt. Kijk wat je hier allemaal hebt. Onze filmpje maken van Milan of die hier is van Mel. Ja, maar dit is bizar. Kijk dan. Ja, de ene is een rommel, is de andere een schat. Of hoe zeg je dat? Dit is echt absurd. Moet je kijken wat hier allemaal ligt, joh. Ongelooflijk. Ja, Milan, Maime maakt even een filmpje voor Milan. Yo, bro. Het is echt niet normaal, maar wat hier allemaal ligt, je moet gewoon graven zowat. Moeten we op zoek naar Red Cat hier, Milan? Dit is echt absurd. Kijk wat hier allemaal hangt.
Dat is echt ziek. Jeetje, waar begin je? Bij de DS Games. Bij de DS Games. Echt, hè? Nintendo DS Games. Zo fijn. Van die oude camera's. Ja, oude vlogcamera's, horloges. Ja, het kan zijn dat hier iets tussen ligt wat echt veel waard is, wat ze niet weten en wat ze dan verkopen. Milan? Ja, in tandem. Kijk deze tandem. Ik wil fietsen, Milan. Ik wil fietsen. Kijk deze tandem. Deze is wel echt mooi hoor. Kijk dan. Maar ja, wat moet Milan ermee? Ja, neerzetten. Ja, wel vet hoor. Veel antiek zal er ook wel tussen zitten. Van jou spreek je dat toch? Wat, klarinet? Nederlanders! Wel jammer dat je niet zo'n heel lang Nederlands vlaggetje op je fiets hebt. Ja, sorry. Oei, oei, oei. Ik weet niet of dit goed gaat komen. I trust her. Hoppa. Ja, da, 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 da. Even gebruik maken van de auto of je haar nog goed zit. Zo mooi dat dat erop stond. Als je haar maar goed zit, dames en heren. Kijk dan, gewoon zo'n bus uit Londen, joh. Dat die hier doorheen past, hè, door die straat hier. Ongelooflijk. Ik vind het wel echt chill, hoor, om hier doorheen te fietsen zo, door die drukte. Al helemaal omdat de weg nu naar beneden gaat. Hoef niet zo hard te fietsen. Ook al konden we ook kiezen voor een elektrische fiets, maar dat hebben we links laten liggen. Zo, dit is relaxed, hè. Er gebeurt hier zoveel tegelijk. Yep. Ja, dat is een mooi plaatje dit hoor. Het is net de dam hier, dames en heren. Kijk dan. Allemaal duiven. Allemaal duiven. Ah, het is wel echt een mooi pleintje hier. Dat zeker weten. En vooral het uitzicht wat je daar verderop hebt. Dat is de Acropolis. Tenminste, zo zeggen alle Nederlanders dat, heb ik begrepen. Maar je noemt het eigenlijk de Acro... Ik kan het geen eens zeggen hoe ze het eigenlijk normaal noemen. Maar helemaal daar in de verte. Maar daar gaan we nog heen. Als het goed is morgen. Acropolis, oftewel de Acropolis. Acropolis? Acropolis? Acropolis. Is in die richting. Maar dit is wel echt een mooi plein. En Roelle die zei vandaag is nog helemaal niet zo'n warme dag, valt mee. Ik kan je vertellen, door die tas op mijn rug, helemaal nat. Maar het is wel echt super leuk hoor. Roelle die woont hier dus nu een half jaar, maar ze kan alles vertellen. Alles uitleggen, alles laten zien. Het is echt sick. Dus dat is wel heel nice hoor. Ik zal het ook echt adviseren om een toertje te nemen hier. En we zijn nog geen eens klaar, dus laten we even kijken waar we nu heen gaan. Ik ben benieuwd. Bananen te koop, tros bananen, 2 euro, tros bananen. Hoedjes te koop. Hoedjes te koop. Hoe nice is het om hier doorheen te fietsen zo, hé? Hey. Oh, daar hangt een hele rare kapstok. Of daar stond een hele rare kapstok. Ik weet niet of jullie het zagen, maar... Dit is wel een stukje geschiedenis. Dit is zeker een stukje geschiedenis. Kijk, die pilaren, hè. Zo oud, ongelooflijk. Hé, hey, Mbappé shirt. Lekker voor de beenspiertjes dit. Zo, dit ziet er vet uit, hé. Gruwelijk. Oei, joh. Is dit een overgebleven iets? Een overgebleven iets, ja. En door. Nee, dit is wat overgebleven is van de Romeinse agora. En hierachter heb je de overblijfselen van de Griekse agora. Dat is iets minder indrukwekkend. Ja, want het ziet er gewoon uit als een beetje verlaten en heel erg afgebroken. Ja, het is heel oud ook, maar ja, het is een beetje inbeeldingsvermogen heb je wel nodig. Ja. Goed, weten jullie wat agora betekent? Agora, het klinkt wel mooi. Agora. Is dat betekent niet gewoon Romein? Nee. Agora, het geeft een plein of verzamelplaats. Er komt ook het woord agorafobia vandaan, het woord voor pleinvrees. En het was dus een plek midden in de stad waar de mensen samenkwamen om in het geval van de Griekse agora kennis te delen. Zoals een leerschool, dus ook bekende filosofen, Plato, Socrates kwamen allemaal dus naar die agora om te leren over de verschillende filosofieën en overtuigingen die ze hadden. En het was ook een politiek centrum in de stad, dus ze kwamen er ook altijd voor politieke vergaderingen te houden voor de eerste democratie. De politici kwamen ook spreken tegen mensen van de stad. Dus het was echt een plek waar ze samenkwamen. En in die tijd was het dus belangrijk als je dus kennis had, als je dus slim was in die tijd. Maar op een gegeven moment werd die agora te klein. Toen hebben ze een nieuwe agora gebouwd, de Romeinse agora. Maar de functie veranderde. Dus in plaats van een leerschool werd het een plek waar ze handel dreven. Okay. Dus een commerciële handelsplaats. En omdat het dus een economisch middelpunt werd, mocht het niet meer een politiek centrum zijn. Want ze wilden hier niet dat economie en politiek elkaar zouden overlappen. Dus hebben ze dat allemaal verplaatst naar 2 heuvels in de buurt van de Acropolis. Waar ze van die stenen hebben waar je dan kon staan en dan zitten en luisteren naar die mensen. Het ziet er wel echt vet uit, hè, dit. Ja, maar het is ook wel grappig. Ik heb het zo veel te zeggen van als ik het heb. Je kan reconstructies zien van hoe het daadwerkelijk
daadwerkelijk uitzag. Ja. Dus dat was echt gewoon een heel groot plein eigenlijk, waar ze dus allemaal naartoe kwamen om dus stukken land te verkopen, dieren te verkopen, van alles. Maar alleen voor de rijke Grieken. Initieel was het belangrijk dus dat je slim was, hier werd het belangrijk als je geld had. Het hedendaags ook is. Ja. Maar, kijk dit plaatje ook gewoon, joh. Ja. Heel vet. Oei, joh, wat is dit? Oh, dat ziet er gek uit. Oké. Nou, we gaan door. We moeten even een stukje klimmen. Ach, ik ben ze alweer kwijt. Zie ik veel meer van kokosnoten en ik denk dat ze links zijn gegaan. Ja, helemaal aan het einde van de straat al. Dat is echt altijd zo. Het is echt overal zo. Ik ben altijd de laatste. Ik film altijd, tenminste ik probeer altijd zoveel mogelijk te filmen en te laten zien aan jullie. Maar daardoor ben ik altijd de laatste. En vaak word ik gewoon vergeten. Nu weet ik echt niet meer waar ze zijn. Ah, wow, ik zie ze echt nog maar net aan het einde van de straat weer daar. Ze fietsen ook gewoon door, hè. Zo mooi. Ja, dit is wel even een lekker stukje fietsen zo, zonder elektrisch. Geen idee waar ze hierheen gingen trouwens. Of hier rechts of aan het einde links. Rechts zie ik niemand. Yes, daar zijn ze. Hey. Wow, dit is wel echt een mooi plaatje hoor. Kijk eens even. Gruwelijk. Oei, 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 als dit nog helemaal stond, hè, alles. Ja. Wow. Het toren staat dus nog bijna helemaal. Dat is het best bewaarde gebouw, van deze voorraad. Oké, dit is dus het best bewaarde gebouw, vertelt ze. Ja. Het ziet er echt nice uit. De Toren van de Winden. Ja. Wat is de Winden? De Winden. Komt er vroeg twee dingen mee. De windrichting herkennen. Wil je die nog eens doen, twee? Peace. Ja. En de windrichting konden ze herkennen door middel van een beeld die erop stond. Je ziet dat die daar afgebroken is. Dat was een beeld van de god Poseidon. Zoals jullie misschien wel weten was Poseidon de god van de zee. Maar ook van de storm van de wind. Dus daarom gebruikten ze hem om dat af te beelden. En met zijn kenmerkende attribuut. Die Triton. Inderdaad, ja. Die drietand? Ja, drietand inderdaad, ja. Wees hij de windrichting aan. En ze dachten in die tijd dat er 8 windrichtingen waren en daarom is het gebouw ook 8-hoekig. Oké, we staan hier nu een tijdje met het uitzicht. Super sick. Ziet er ongelooflijk mooi uit. Het is echt ook echt een perfecte dag als je kijkt naar gewoon de blauwe lucht, een paar wolkjes die er zijn. Het is perfect. Het is ongelooflijk. Niet normaal. Afgelopen maand schijnt het wel echt 1 week gewoon keihard geregend te hebben hier. Internet lag er even uit. Stroom lag er even af. Maar I guess it is what it is. Super nice. Ziet er echt heel erg mooi uit, plaatje van een 4. Niet normaal. Goed, we gaan verder. Let's go. Tas meenemen. Ja, dit is wel echt de tas to go, dames en heren. Knolpower tas. Deze tas is zo ideaal. En je weet waar je moet zijn voor zo'n ideale tas. Knolpower.nl. Zo, lijkt vroeger wel een atletiekbaan dit met die lijnen. Ja, was het ook. Oh, was het ook. Oké. Is dat echt? Ja. Oei, yo. Wat? Dit was vroeger gewoon een hardloopbaan. Hoe sick is dat? Wow, dit is wel echt mooi. Dat ziet er gaaf uit. De hele trap stel omhoog met allemaal tentjes. Ah, dat is ook wel populair dit. Ja, maar dit is echt een toeristisch middelpunt. Ja, precies. Elke avond live muziek, dus kan je spektakel. Nice hoor. Ziet er echt gezellig uit hier. Nou, let's move on. En dan hier in één keer weer zo rustig. Maar dit is wel echt mooi, hè. Kijk dan. Yo, fietstour is echt aangeraden, mensen, in Athene. Zie hoe nice dit is. Doortrappen zo meteen. Stel omhoog. Stel omhoog. Gaan op de pedalen. Dikke prima. Bolletjestrui, zegt ze. Even ja, in één keer Tour de France. Ja, bolletjestrui, is dat voor de snelste of de beste stijger? Beste klimmer. Ja, beste klimmer, ja. Wow, joh, dat ik dat weet, hè? Oops. Bolletjestrui, weet je waar die voor staat? Geen flauw idee. Geen flauw idee. Beste klimmer. Ja, dat heb je gehoord, sowieso. Gele trui, de winnaar. Gele trui, de winnaar. Marvin die was aan het juichen voor de gele trui en die guy dacht dat Marvin boos werd op hem. Oh, dat was het beste van de dag tot nu toe. Hey, en hij werd helemaal boos. Dat was echt geniaal. Dat was zo mooi, die guy. Ik kerel dacht dat jij boos was. Hij werd helemaal lijp in die auto van hem. Hey. Hoppa. Oh ja, dat was een woord hier, hè? Hoppa. Groene trui? De snelste tijd. Ja.
Ik heb geen idee. Beste sprinter. Beste sprinter, ja, dat is toch beste tijd dan? Nou, ja. Zoiets. Ja, misschien wel. Ja, in de richting. Misschien had ik het gewoon goed dan, blijkbaar. En de witte? De witte? De sloomste. De beste jongeling. De beste jongeling. Zo, kijk hoe mooi dit is. Ja, je ziet echt niemand fietsen, hè? Echt niemand. We zijn de enige. We zijn even gestopt in een straatje hier. We hebben de fietsen neergezet. We gaan hier even een yoghurtje halen. Dat is op zich wel lekker ook. Ik heb sowieso best wel veel trek om te gaan lunchen. Het is nu 2:30 bijna. Dus we gaan even een yoghurtje nemen. En na de fietstoer gaan we even lunchen. Daar heb ik heel veel zin in. Een grote, grote Griekse salade. Oh, heerlijk. Heerlijk. Daar heb ik echt heel veel zin in. Dit ziet er ook wel lekker uit, dames en heren. Wat ananas, een beetje yoghurt en honing. Goeie combinatie. En ja, het is smoothie. Hele lekkere. Met honing en walnoot. Ziet goed uit. Ja. Het waait een beetje hard, maar dat is alleen maar fijn voor die frisse lucht. Maar we zijn nu op een plek, dames en heren. Het Olympisch Stadion. Ta-da-da-da-da-da-da. Kijk eens even hoe dit uitziet. En wat meteen een fun fact is, of een paar fun facts eigenlijk. In dit Olympisch Stadion kunnen 70.000 mensen. Maar ze kunnen maar 2 spellen spelen in dit Olympisch Stadion. 1. Boogschieten. 2. Kogelstoten. Dat zijn de enige 2 spellen die ze hier konden houden. Omdat het niet groot genoeg is voor andere sporten. Dus het is super gaaf. Het is super mooi. Maar het is niet groot genoeg voor allerlei verschillende soorten sporten. Voor de Olympische Spelen. Dus dit is mij verteld. Net dat er daarom maar 2 Olympische Spelen of spellen werden gespeeld. En dat waren dus die 2. Maar dit is wel echt insane hoor. Kijk eens even. Ziet er heel erg vet uit. Echt dik. En wat dus het lijpe hiervan is dat alles is van marmer. Insane. Dus als je hier ooit heen gaat, dan is me net verteld dat het aangeraden is om een kussentje mee te nemen. Want als je een paar uur lang om het marmer zit, dan heb je gewoon een platte reet. Pijnlijk. Maar dit is absurd. Dit is echt gewoon absurd. Super gaaf om in het echt te zien. Heel erg tof. Athene is mooi. BEA, beautiful. Echt niet normaal. Met Olympisch vuur en zo werd hij aangestoken. En de Olympische Spelen werden hier gehouden in 2004. Dus dat is alweer 18 jaar geleden. Maar goed, wel heel erg vet om dit te zien. En ja, heel veel van de stad hier, Athene, is gemaakt van marmer. En dat houdt hitte vast. En daarom hadden Marjan en ik al gezien voordat we heen gingen dat het 32 graden werd. Toen dachten we al, Athene, stenen, marmer. Ja, dat gaat heel warm worden. Dus we hebben ook geen lange broeken mee, geen vesten, geen lange mouw, niks. We hebben alleen maar korte broeken en t-shirtjes. Maar yo, dit is echt insane. Echt heel erg vet. Gruwelijk. En dit is ook iets wat Marjan heel erg graag wilde zien. Want Marjan die is helemaal gek van de Olympische Spelen. Vooral van de winterspelen. Maar dit is wel heel erg tof om dan even te zien. Dan gaan we afscheid nemen van het Olympisch Stadion. Ciao ciao, was super nice. En we moeten meteen gaan lopen. Want je hebt hier dus maar 16 seconden om over te steken. Kijk, je ziet daar dus dat het gaat aftellen. Dus nu serieus nog maar 5 seconden. Hoe dan? Je moet echt een flink looppas hebben. Kijk, nu is het al gewoon rood. We zijn nog ineens aan de overkant. En die mensen achter mij nu nog maar net. Dus eigenlijk veel, hij staat op groen. Eigenlijk veel te weinig tijd. En daarom zag je zo net ook een oud stelletje. En dat oude stelletje, die ging eerst naar de helft van de straat. En toen gingen ze stoppen. Dan moet je dus een minuut weer wachten. Want na een minuut gaat hij dus weer op groen. En dan de andere helft van de straat. Dus dat is wel een dingetje. En dit zijn dus de tuinen hier zo. Yes, gaan we zo meteen heen. Maar daar gaan we doorheen fietsen? Ja. Oh joh, dat mag gewoon. Er zijn geen regels. Ah, oké, okay, nou let's go. Ik krijg misschien soms wel een boze blik. Maar... Nou, ben benieuwd. Ik ben er voor in. Griekse tuinen. Ziet er wel super mooi uit. Oeh, dit wordt echt nice. Gewoon hier, hè. Zo dik. Echt vet. Cool. Nou, daar gaan we. Wat is dit voor? Random. Oh, dit is een wc. Geniaal. Oh, ook nog een fun fact. Een fun fact. Dat vind ik altijd leuk. Als je dus een paard
zien met een beeld met een persoon erop. Dit is in ieder geval een generaal die gevochten heeft in de onafhankelijkheidsstrijd bij de Ottomaanse overheersing. En die paard staat op zijn achterste twee benen. En dan is de persoon op het paard overleden in de strijd. Staat hij op drie benen, dan is de persoon op het paard overleden aan de verwondingen die hij heeft opgelopen in de strijd. Staat hij op vier benen, is de persoon op het paard een natuurlijke dood gestorven. Echt? Ja. Wat? Zo, dus dit is een strijder? Ja. Wat? Is dat altijd zo over heel de wereld? Of? Ja, het zou een algemene regel overal moeten zijn. Of dat ik het kan garanderen, weet ik niet. Maar hier in ieder geval in Athene is het wel het geval. Wow, dat is wel echt sick. Ja, dat is wel fun. Wow, dat is wel echt inderdaad... Echt een fun. Ja, dat is wel echt tof. Tof om te weten. Hier hebben we dus de tuinen, dames en heren. Nou, dit ziet er heel mooi uit. We gaan eens even kijken of we nog wat mooiere plekken kunnen vinden dan dit. Precies de kant op lopen waar je... gaat fietsen. Zo fijn. Maar volgens mij is dit wel groot, of niet, deze tuinen? Super groot. Ik ben heel goed in verdwalen dus. Maar hier werken vast wel veel mensen om dit te onderhouden. Ja, maar het waren natuurlijk de koninklijke tuinen aangelegd voor Amalia. Want zij was gek op botanische tuinen. Oké. En omdat het dus op een gegeven moment zijn dan naar slaaptuin wordt van de monarchie. Maar omdat ze dus koninklijk zijn geweest, willen ze het ook heel netjes onderhouden. Dus ze investeren veel geld om het dus... Om dit mooi te houden, ja precies. Hier rechts zijn schildpadjes. Schildpadden, zoveel ook? Oh my god, zoveel schildpadden in één keer. Lijkt wel stambeelden. Check hoeveel gewoon. Wow, lijkt echt allemaal stambeelden. Zo, er zwemmen echt heel veel schildpadden hier. Dat is niet normaal. Ziet er wel echt super mooi uit hier, hè? Zoveel schildpadden weer. Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we met de fiets zijn door deze tuinen, want het is echt heel groot. Wow, hier in één keer een palmboom hier. En nu gaan we uit de tuinen, dames en heren. Dan gaan we weer de chaos in. De drukte. Hoppa. Hoi jongens. Jong. Ik zie een fiets. Ja, ik zie een fietser. Nice bike. Ja. Nice bike ook gewoon. Het eerste wat je zegt. Hier, kijk zoals dit hier. Het is gewoon allemaal marmer dit. Dat is toch sick? Want marmer heet dat vasthield. Het is allemaal marmer. Oh, het is nu alweer rood. Oh. Oh, oh. Gaat goed. Dat allemaal nog met één hand. Ja joh, zoveel is marmer hier, dat is echt insane. Dit is ook allemaal marmer. Holy moly. Dit is lijp. Alle demonstraties die worden gehouden in Athene, die zijn hier op dit plein. En hier was dus ook al die demonstraties met die bekende hond. Nice hoor, om te zien. Wow, check dit gebouw. Damn. Oud-presidentiële paleis waar koning Otto gewoond heeft, huidig parlementsgebouw. Ja. Hiervoor staan de Efsones, dit zijn de wachters die ingesteld zijn door koning Otto. Wow! Pakje. Ja. Dat zijn allemaal jongens in de militaire dienstplicht. Het is hier verplicht voor één jaar tussen 18 en 25 jaar oud. En om Efsone te worden moet je specifiek gevraagd worden. Echt? Dus dat op basis van dat je minimaal 1,85 meter bent en je sportwerkers schoolprestaties. Dus zoek eigenlijk naar de top van de top van de ziekte. Dus het is echt een eer om daar te staan en de wacht te houden. Wordt eigenlijk nooit afgewezen. Echt? Ja. En hier tussen dat rechthoekje, dat is de graf van het verloren soldaat. Er zit geen lichaam in, maar dat is dus voor alle soldaten waarvan het lichaam nooit gevonden is. Maar kunnen we daar niet even heen? Dan kan ik dat even filmen, die soldaten. Ja. Huh, check dit. Dat is gewoon een politieauto, what the heck. Gaan we 5 keer toeters halen? Oké, we gaan beginnen. Ik ben benieuwd hoeveel toeters we krijgen. Ja, ik ga hoor, ik ga. Let's go, yes! Geen één toeter. We hebben het gehaald. Oké, we gaan weer heel even de wachters bekijken. Ik ben wel benieuwd. Ze mogen dus niks anders doen dan precies wat er opgedragen wordt. Dus ook bijvoorbeeld als ze zweten, mogen zij het niet weghalen. Dat doet dan de legerbegeleider hiervoor. Dus serieus? Ja. Echt? Maar die worden ook echt veel gefilmd en gefotografeerd, denk ik. Ja. Dat is echt bizar. Maar ja, je mag niet dichterbij komen dan zoveel meter of iets. Nee, je mag wel in de buurt, maar niet te erg in de buurt. Want... Oké. Ja, hij mag wel. Ik wil ook weer klein zijn en daar staan. Oké, maar je mag dus niet verder dan deze witte lijn. Blijkt. Okay. Ja, er zijn dus hier twee wachters en bij het presidentiële paleis aan de andere kant van de tuin ook twee.
Yeah. Daar ga ik meestal, daar mag je dus dichterbij, meer dichterbij komen. Maar dit is een zomeruniform trouwens. In de winter draag ik hetzelfde, maar dan in donkerblauw. En alles wat ze aan hebben is bijna in het teken van de Ottomaanse overheersing. Dus hun baret staat voor alle bloed wat vergoten is tijdens de Ottomaanse overheersing. De kwast aan hun hoofd staat voor alle tranen die Jezus gelaten zou hebben. Of alles wat gebeurd is tijdens de Ottomaanse overheersing. De kwast achter zijn knieholte staan voor alle tranen die de nabestaanden hebben gelaten. Over alles wat gebeurd is tijdens de Ottomaanse overheersing. Alletjes op hun voeten? Nee, daar bewaren ze vroeger scheermesjes in. Ja, het ziet er schattig uit, maar was het dus niet. Okay. En de schoenen zijn trouwens ook 1,5 kilo per stuk. Zo. Dus kan je voorstellen als we moeten lopen en dan de benen optillen en zo. Dat is ook oprecht best wel zwaar. Nou, dat is precies hetzelfde als die dikke Balenciaga's die Thijs ook heeft. En als ze op zon- en feestdagen hebben ze een wit uniform aan. En daarbij is het grootste verschil dat de rok 400 plooien heeft. En die staat ook weer voor 400 jaar Ottomaanse overheersing. Dus hebben hier een stukje traumaverwerking. Dus alles is over nagedacht gewoon. Ja, hun geweer is echt trouwens maar niet geladen. Ze mogen zichzelf dan ook niet verdedigen als er iets gebeurt. Dus ze hebben gaan hem een klap geven. Dan mag hij niet reageren. Het enige wat hij mag doen is hem waarschuwen als hij het niet gezien heeft. Dus de legerbegeleider mag hij door middel van 1 keer met het geweer op de grond slaan. Maar hij mag niks terug doen. Dus daarvoor staat de legerbegeleider. Hij is zelf oud-defzorg geweest. Hij heeft het zelf ook in tijd gedaan. En dan kan je ervoor kiezen om dus te promoveren tot begeleider. Maar je moet dus echt zonder zijn geweest om hier te mogen staan, want dan weet je waar ze doorheen gaan. Mooi, joh. Zo begrijp je dat, ja. Ja, want ik zie die soldaat daar, die zie ik echt veel wankelen. Die zie ik echt veel... Ja, ik soms zijn ogen heb zo dicht. Ja, hij is echt veel aan het wankelen, het heen en weer. Het lijkt me knijten zwaar. Ja, het lijkt me zo... Dit lijkt me echt de ergste job van de wereld. Maar het is dus een enorme eer. Ja, dat is dus het bijzondere. Tussen Nederland en Griekenland, vind ik altijd. Want zij zijn echt trots dat ze hier mogen staan. Dit is echt de top van de Griekse mannen, zijn zij. Dit is echt een macho cultuur natuurlijk. Ja, wordt ze dat echt ingepraat en worden ze zo opgevoed? Of ja. Is dat echt... Dus onderdeel van de cultuur hier is dus dat ze... Je bent de man als je hier staat. En je wil gewoon de ideale macho man zijn. Ja, als je hiervoor gekozen wordt, ben je dus ook op alle gebieden de top van alle Griekse mannen. Ze worden uitgekozen uit heel Griekenland. Van de eilanden, van de Peloponnesos, maakt niet uit. Ook worden ze vandaan gehaald om hier dus te komen staan. Dus het is echt, ja, je bent echt de shit eigenlijk als je hier staat. Wow, dat zou je niet denken. Het zou echt, het lijkt mij persoonlijk echt een nachtmerrie om hier... Verdien je hier veel, denk je? Nee, het is een eer. Dus de meeste dingen die een eer zijn, ja. daar verdien je niet zoveel. Ik zei net al tegen Enzo, het is de... Ze zitten allemaal in de militaire dienstplicht. Dat is hier verplicht voor 1 jaar tussen 18 en 25 jaar oud. Hiervoor word je dus gevraagd. Mag je niet voor opgeven, je wordt geselecteerd. Maar ze krijgen wel hetzelfde betaald als ieder ander in de militaire dienstplicht. Dat is een symbolisch bedrag van 8,40 euro per maand. Wat? Je volledige jaar dienstplicht krijg je dat. Maar het is echt een jaar die je opoffert voor je land. Ja. Het is echt, je geeft dat op omdat je, ja, je hebt wat over voor je land. Dat je dus een heel jaar daaraan besteedt. Ze wonen dan op de kazerne, die zit hier achter. Dan krijgen ze wel gewoon kunnen slapen, eten en drinken. Eten blijkt zo slecht te zijn dat heel veel nog naar voedselbanken gaan. Maar daar kunnen ze dan wel leven. Maar ja, als ik eerst een dagje vrij heb, je kan 2 biertjes halen benen doorheen. Dus, ja. Bizar. Ja. Echt bizar. Oh kijk, zie je, dat kind mag daar wel staan. Ja, dat is alleen maar schattig. Nou goed, in ieder geval, hier staan we dus voor het gebouw. Die moeder had het kind snel weg. En deze mensen die staan hier dus echt... 4 keer een uur per dag. 4 keer een uur per dag? Ja. Oké. Okay. Zo, waar denken ze aan, denk je? Ik denk dat ze getraind worden om in een soort zen-staat te komen. Ja. Want je mag ook niet, maar de hele tijd lopen mensen allemaal langs. En dan komen ze allemaal, weet ik het, leuk doen, grappig doen. En je mag daar niet op reageren. Ja. Niet. Dus je moet in een soort trance zitten. Ja, discipline ook. Ja. Ja. Foto ongekend dit. Ja, ik ga gewoon net als dat kind daarheen hoor, voor een foto. Kom, ik ga net als dat kind daarheen. Even voor een foto hier zo. Kijk, ik ga zo. Nou, dat was het. Even een foto gemaakt hier. En bijzondere informatie, laat ik het zo zeggen. Wat een sirene, joh. Kijk, hij doet zijn ding even goed. Misschien was hij verkeerd gegaan door de wind of zo. We gaan het weer eens riskeren. Toeter. 1 toeter was dat, maar dit was niet voor ons, denk ik. Ja. Hij doet ook zo van, wat doe je? Heb je een doodswens of zo? Ja, dit is ook niet het meest handige wat we gaan doen, maar... Ja, die blauwe. Oh. Ja, kijk, top. Hoppakee, geen toeter. Mensen kijken ook aan jullie, zijn gek. Niemand doet dit ook eigenlijk. Ja, nu kunnen we ook weer. Ja, ze zien ons. Er is ook gewoon
daar een zebrapad en daar. Ja, wij moeten weer over het midden gaan. Goed, nou, we hebben het gered. Het is wel een mooi plein dit trouwens hier. En als je gewoon helemaal er doorheen kijkt, dan zie je daarachter echt gewoon een hele stad weer. Zo mooi. Maar goed, het is tijd om terug te gaan. Het is nu 2:30 in de middag. Beginnen we aardig trek te krijgen. Dus we gaan terug en dan gaan we even een plek zoeken om te lunchen. Het gebouw wat je hier ziet, of eigenlijk gebouwen naast elkaar. Dat is dus deze rij. Dit zijn allemaal 5-sterren hotellen hier. En als je hier oversteekt rechtdoor en je gaat daar naar achter, dan kom je ook bij een luxe buurt. Waar je echt dus gewoon allemaal knijtsdure winkels hebben. En echt gewoon de lijpe dure winkels. En Grefty wordt daar ook weggehaald allemaal daarachter. Dus zo heb je Athene best wel verdeeld. In gewoon goedkope wijken, dure wijken. Ja, veel Grefty, geen Grefty. Het is wel echt interessant, hè? Wel, zeker. Veel informatie, ja. Maar het is wel interessant. Tenminste, ik vind het wel echt interessant. En ook dit hierachter, met die wachters, ik vind het wel echt interessant. Ik kijk mijn ogen uit in ieder geval. Hopelijk jullie ook. Oké, dit wordt heel interessant, denk ik. Echt heel interessant. Zo, ta-ta-ta-da. Ta-ta-ta-da. Kijk, we zijn echt wel gelukkig dat we zijn opgegroeid met fietsen. De meeste mensen hier verklaren ons dus voor gek. Maar dit is natuurlijk easy voor ons. Easy. Hoppa. Hey, dat is zo'n picobello, toch? Of hoe noem je dat? Zo'n man die voor het hotel staat. Picobello, toch? Oké, dat gaat nog steeds allemaal goed. Heel nice. Sommige mensen kunnen echt niet tegen deze drukte. Maar ik vind het zo op zijn tijd wel echt leuk. Gewoon alleen maar je ogen uitkijken en gewoon verstand op nul en gewoon genieten. Hey, wat een andere fietser. Hey, hallo. Hello. Hello. How are you? Yeah, I'm good. And you? Kalim. Where are you from? From the Netherlands. Oh. Hij heeft gewoon handschoenen aan, die man. Hij heeft gewoon handschoenen aan. Hoezo? Echt bizar. Hoe dan? Wat heb ik zojuist gezien? Hij had gewoon handschoenen aan. Ik snap er helemaal niks van. Zo fijn wel. Hoi, hoi, hoi. Dames en heren, dat was de fietstour die we hebben gedaan. We zijn in totaal 3:15 weg geweest. Maar dat hebben jullie vast ook wel een beetje gemerkt aan alles wat ik heb opgenomen. En dat is veel. Ja, het is gewoon veel te zien hier. Veel te doen. Verderop in het straatje, bij de tramhalte naar rechts, heb je een tentje. Waarschijnlijk lekker te zijn. Dus we gaan even kijken of we daar gaan zitten. Maar een Griekse salade, dat heb ik echt al lang in mijn hoofd. Dus daar wil ik wel eventjes gebruik van maken. Hoeveel kilometer denk je dat we gefietst hebben? Hoeveel kilometer? Ja, dat kan je natuurlijk allemaal zien op je Apple Watch. Ja, ik heb de Apple Watch aangezet. Ik denk een kilometertje of 7. Oh, 12. 12? Ja. Oké. Okay. Ja, je denkt dat je heel veel fietst, maar je bent 3 uur onderweg, maar je doet elke kleine stukje. Ja, en ik ben alles aan het filmen. En... ja. Oké, 12 kilometer. Nou, zonder elektrisch. Lekker hoor. Zonder elektrisch. Ja. Alles op de been. Alles op de been. Alles op de been. De Griekse salade, dames en heren. Oh, dit ga ik eventjes lekker opeten. En Marjan die heeft ook wel iets lekkers hoor. Dat had ik ook wel zin in eigenlijk. Prata. Oh, niet normaal. Wij gaan even heerlijk smikkelen. In dit leuke straatje hier zo. Met een tramrails ernaast. Dat ziet er leuk uit. In de schaduw, gelukkig. We hebben heel eventjes 2 batterijen voor de vlogcamera opgehaald in het hotel. En even 1 batterij voor de 360 camera. Die zit nu nog even verder te kijken. Maar ik neem deze camera trouwens voor de zekerheid nog even mee. Maar voor de rest, dat is het. Ja. Yep. We gaan namelijk iets heel erg vets doen. Echt iets hoor. Ik vind het wel heel spannend. Want het waait ook best wel een beetje hoor. Serieus, ik zie die planten daarboven echt aardig tekeer gaan. Ik ben benieuwd of het doorgaat. Ja, daar moet ik niet te veel mee zitten eigenlijk. Want ik vind het al spannend. Maar goed, we gaan het zien. We hebben in ieder geval even batterijen gehaald en alles, dus het moet helemaal goed zitten. Dus ja, we gaan er weer vandoor. Let's go! Het was 20 minuten lopen naar het hotel. En het is vanaf hier 25 minuten lopen naar de plek waar we moeten zijn. Athene is een stad waar je geen stepjes hebt. Dat hebben we gemerkt. Anders hadden we nu even een stepje gepakt. Maar ik denk, als je dat verkeer zo ziet, dat het maar beter ook is. Want misschien is een step nog wel gevaarlijker. Dus we gaan gewoon even lopen, 25 minuutjes. Eind van de dag hebben we aardig wat stappen gemaakt. Maar dat is altijd zo met een stedentrip. Dan loop je gewoon nou eenmaal superveel. Yep. Kijk dan hoeveel worst. Ongelooflijk. Wat een winkel, hè. Sick. Nou, we moeten nog 16 minuutjes. Maar dat zijn wel echt leuke winkeltjes om even te filmen voor jullie. Omdat het gewoon interessant eruit ziet. Want in Nederland zie je dat volgens mij niet zo snel. Sowieso, die winkeltjes hier zijn allemaal echt interessant. Dus als we daar later wat tijd voor hebben, dan kunnen we nog wel een paar
van die winkeltjes induiken. Maar in deze straat fietsen we dus ook langs. Dus ik had die worstenwinkel al heel eventjes laten zien vanochtend. Dus dat is wel geinig dat ze dan weer er langs komt. Maar dan komen we nu straks langs die kruiden, daar waar je je hoofd in wil steken. Ja, het is dus een zak paprika poeder. Daar waren ze net aan het overgieten, dus die geur die ging de hele straat rond. Echt heerlijk. Ruik dat dan. Dat is echt niet normaal. Ja, hier zo, deze zakken. Oh, dit ruikt toch een partijtje. Lekker hoor. Deze zakken. Dit. Ja, niet normaal. Zo, dat ruik je echt enorm. Echt enorm. Heerlijk. Nou, dan gaan we hier doorheen lopen. Dinner in the sky. Athene. Zo, kijk hoe dit eruit ziet. Nou, je hoort het als het goed zal een beetje waaien. Steeds harder nu. Oh. Nou, hier is het, dames en heren. Dit is wel echt heel erg leuk. Kijk, hier heb je dus een hele rij met stoelen. Aan deze kant en aan de andere kant. En dan word je dus 40 meter omhoog getakeld met de hijskraan. En dan ben je 40 meter in de lucht en dan ga je gewoon eten. Met prachtig uitzicht over de stad Athene. Hoe gaaf is dat? Dus we gaan ons even melden hier zo. Gaan we even vragen hoe en wat. Heb je alles in de lokker gedaan? Lokkersleutel? Yes. Nice. Nou, ik neem dit in ieder geval wel mee. Statief en camera. En that's it. We moeten nog even plassen zijn. Zo. Oh ja, we moeten nog even plassen. Are you ready? Nou, daar gaan we. Dit zijn de stoelen die je hier ziet. En iedereen die wordt in de gordels gedaan. En ik vind het best wel spannend. Hij is echt gek, hè? Ja, je wordt echt de hele ervaring, denk ik. 40 meter omhoog. Maar vanaf hier ziet het er echt niet zo hoog uit. Nee, dat vind ik dus ook. Ja. Ik denk als je boven bent dat je wel over de hele stad kunt kijken. Want ze vertelden vandaag ook dat er helemaal geen hoge gebouwen zijn hier. Geen wolkenkrabbers of zo. Nee, inderdaad. Dus je kan overal overheen kijken. Ja, zo. Even overgaan als dat gebouw. Het zou best kunnen. Ben benieuwd. Nou, Maya gaat erin. Zitten we. Thank you. Hoppa. Hoppa. Zijn een beetje gamestoelen dit? Ja. Oh, really? Okay. Ja, dat is waar ook inderdaad. Als ze borden gooien op de grond, dan zegt ze hoppa. Maar ja, ik zeg hoppa wel vaker. Ja, daar zitten we dan. Dan gaan we nu 40 meter omhoog. Zo, wat gaan we ook allemaal eten, joh? Kijk dan wat hier ligt. 4 vorken, 4 messen. En dan liggen hier blootjes. Het is wel een beetje een luxe dingetje, dit. Want wijn wordt aangeboden en zo. En ik vind het zo spannend. Ik heb het idee dat ik in een attractie ga. Sowieso zei ik al van tevoren, toen Maiwen zei van ja, we zouden dit kunnen gaan doen. Toen zei ik tegen Maiwen van ja, dan is het puur dat ik het voor jou doe. Leuk, uiteindelijk is het heel leuk. Zo zit ik hier nu ook een beetje zo van... Ik heb helemaal geen zin in, ik heb gewoon buikpijn. Dat is echt zo. Ik heb gewoon buikpijn omdat we gewoon omhoog gaan, zo hoog. Dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ja, ik ben benieuwd. Vast goed. Inderdaad. Vast hartstikke leuk. Wat zeg je? Ik moet plassen. Ik moet plassen. We zijn echt nog geen 2 meter. Oh ja, we zijn al 2 meter, denk ik. Jij gaat wel hard, hè? Ja, hij gaat wel echt hard. Ik vind het helemaal niet leuk. We gaan gewoon. Nu bij ons dan aan de tafel. Ik denk dat dit zo opzij kan. Ja, het kan schuiven. Maar we gingen al best wel scheef, vond ik. Ik maak mezelf helemaal gek met dit soort dingen. Lees dit nog even op dezelfde hand. Oh, ik schrok van jou. Hij liep onder mijn voet. Ik dacht ineens een hond. Dat is gewoon iemand. Ja, joh. Zo dit... lekker die voetjes losbingelen. Nee, dat vind ik niet fijn. Ik hou zo gewoon op plateau. Ja, daar gaan we, joh. Ze hebben ook wel echt zieke, luxe hapjes daar, hoor. Ben je? Oh, gaan we naar beneden. Top. Nou, is klaar. Ja, we zijn weer terug. Zo, nu heb ik meteen een opluchting. Oh, ik heb lekker gegeten, hè? Ja. Ik heb meteen een opluchting nu weer. Ongelooflijk. Opluchting? Ja, omdat we nu naar beneden gaan. Santé, meneer. Santé. Hoppakee, we staan weer. Nou, schat. Proost. Proost. Lekker hoor. Lekker. Oh, hier gaat ook iemand staan. Ah, kijk, hier gaat ook iemand staan. Dus daar staat iemand, daar staat iemand. Oh, er staat iemand voor die kant, iemand voor het midden en iemand voor deze kant. Ja, sick. Over. Thank you.
slokje water schoon. Hello. Hoi. Hallo. Welcome to Dinner in the Sky. In front of you is our 6-courses menu, and to your right there is a lever. Remember, there is no option of restroom. If you're in need of a restroom, you have to leave it downstairs, so drink carefully. Thank you so much. Enjoy your dinner. Ik vind het echt niet nice. Go for it. Ik ben er klaar mee. Is this normal wind? It's kind of windy today. What is the possibility of me to going down already? And I'm like really serious. Right now? Yeah. You want to go down? Yeah. Okay. Yeah, als je niet erg vindt. Nee, tuurlijk zwaar. Ik vind het echt zwaar fucked up. Ja, zwaar fucked up. Dit was echt de grootste fout ever. Oei, yo. Nee, ik kan niet chill eten en genieten op zo'n hoogte zo lang. Nee, dat kan ik niet. Ik heb het geprobeerd. En ik heb er even lopen hangen, maar... Damn, die wind. Oh my god. Zo, echt lijp hoog, 40 meter, dat ding ging heen en weer. En het is ook hoe die kerel zich gedraagt, hoor. Ja, ik zag hem stressen, hij zat de hele tijd zo, de hele tijd dingen te zeggen. En het begon wat te waaien, toen ging hij meteen naar zijn walkie-talkie. Dus toen had ik al zoiets van, nee man. Ik doe alles voor je. Dit heb ik ook geprobeerd voor je, maar nee, no way. Sorry. Oh, mijn hak. Nou, dat was het avontuur, dames en heren. Dat was wel echt sick. Ja, hebben we alles? Nou, schat. Dat was het. Nou, de rest gaat weer omhoog. Weet je wat het alle lijpste gaat zijn? Nou? Als je dan straks hoort dat ding gevallen is. Nee, schat. Hou op. Ja, en dan zei ik van, I told you. Ja, nee. Nee, het is niet mijn ding dit. Oh my god. Oké, anyways. We zijn nu weer beneden. En mijn buikpijn begint een beetje te zakken. Maar ja, misschien voor jullie zag het er niet heel speciaal uit. En ik probeer me nu natuurlijk ook een beetje in te dekken. Maar daarboven, met deze wind. En wat ik al zei, er is echt wind. Dat ding ging heen en weer en ik was het kwijt. Ik dacht, nee, zet me maar neer. Sorry, schat. Dat maakt echt niet uit, hoor. Je moet sowieso echt niet voor mij doen. Ik had niet voor niets aan jou gevraagd aan het begin van, wil je dat? Ja, klopt. Ik zei van, ja, ik weet dat jij dat vet vindt. Dus ik denk, ga het proberen. Maar we hebben heel even boven gehangen. Je zou dan ongeveer 1,5 uur boven hangen. Maar nee. Het is wel zo dat de eigenaar, of die guy, die gaat nu wel zelf ook mee. Ja. Om het in de gaten te houden. Dus het is wel echt windig vandaag. Windig? Ja, winderig. Ja, die guy zei ook van, zal ik met je meegaan? Ik ga wel mee, hoor. Geen probleem. Ik ga mee. Sowieso mee. Dus hij gaat nu ook al daar. Ja, maar dan als de eigenaar zo mee moet, dan heb ik zoiets van... Nee, sorry. Het spijt me, dames en heren. Het spijt me. Ik was even niet sterk genoeg. Ik kan gewoon huilen van geluk nu, hè. Zo erg. Ik kan echt, als ik nu wil, kan gewoon huilen van geluk. Dat ik weer terug ben op de grond. Ik zweer het je. Wat voor eten? Oh, alles. Maakt niet uit. Met een kwartiertje is mijn buik ben vast wel weg. Oké, we zijn dus nu weer weg. En ik wens de mensen echt van harte alle plezier toe. En ik geloof ook echt wel dat het vet is, maar niet voor mij. Vind je het echt niet erg? Nee, schat. Oké, dat is fijn. Nou, dan gaan we even in de stad ergens eens opzoeken. We zijn boven geweest, hè? Ja, we zijn wel boven geweest. We hebben heel even de ervaring gehad. Ik heb een timelapse toch. Ja, dat is echt... Die hebben jullie ook wel gezien trouwens. We gingen omhoog. En je ziet Enzo's hoofd al een beetje zo wegtrekken. Ja, echt sick hoor. Ja joh, als ik ook gewoon weet dat ik wel kan huilen gewoon nu, dan weet ik ook gewoon dat ik het echt, echt doodeng vond. Damn. Lijkt wel alsof ze ook helemaal niet meer zo hoog gaan nu. Nou, wel chill dat hij meteen reageerde. Daar moet ik hem wel echt voor bedanken. Die guy die daar werkte, die zei meteen van, als je serieus bent, ga meteen naar beneden. Geen probleem. Dat is ook het eerste wat ik zei, van I'm serious. I'm sorry, I'm serious. Zoiets of zo. Weet toch geen eens meer, zoiets ging het geloof ik. Maar hij reageerde meteen. Hij zei oké. En hij zei meteen naar beneden. Dus dat is wel echt super dankbaar voor dat hij zo snel reageerde. Maar ze gaan nu ook niet meer hoger of zo, zie je dat? Want we waren net helemaal tot aan het einde, hè? Ja. We waren net helemaal tot die rand. En nu zijn ze net halverwege. Zie je, dat ding schommelt een beetje heen en weer. Ze gaan niet hoger nu. Dit is wat het is, lijkt het wel. Ja, want dit is geen 40 meter. Wij zaten net echt serieus gewoon bijna helemaal bovenaan, joh. Nou goed, ze blijven hangen op deze hoogte blijkbaar. En dat heeft dus te maken met de wind, dat kan niet anders. Nou, schat, elk restaurant mag je uitkiezen wat er is. Ja, ik ben al aan het zoeken. Oké. Nee, maar je kan je dan ook al zeg jij dat het niet uitmaakt. Ik kan me dan zo lullig en schuldig voelen. Nee, dat moet je echt niet doen. Maar hij maakt dat echt niet uit. Ik bedoel, hij vroeg aan het einde ook van, gaan jullie beiden eruit? Alsof ik dan in mijn eentje daar ga zitten en dan ga eten. Dat doe je toch niet? Ja, wij hebben het motto, we doen het samen of niet? Ja, nee. En ik bedoel, dit is niet een droom van mij of zo om een keer zo op hoogte te eten. Ja, ik heb die spanning gewoon niet. Ik denk alleen maar, oh, het is echt mooi. Maar...
Het is voor jou ook niet leuk om dan met spanning en buikpijn naar boven te zitten en niet eens iets te eten. Nee, ik zei ik krijg echt geen eten naar binnen op deze manier. Nee. Nou, schat. Oei, oei, oei. Zie je, ze blijven echt hangen op deze hoogte. Maar dat is wel een fijne bevestiging voor mij. Ja, dat ze echt blijven hangen op die... Nee, ze schommelen nu best wel heen en weer. Ja. Dus... Goeie keuze, schat. Ja, vind ik ook. Ja, echt goeie keuze. Gaan we wel even nu Mark van Stedentrist bellen. Sorry Mark. Want Mark die stuurde naar mij... Denk je dat Enzo dit durft? En toen had ik het aan jou gevraagd. En toen zei jij, ja, dat durf ik wel. Ja. En dan kunnen we hem nu bellen van... sorry. Maar als je thuis bent, is het zo makkelijk om ja te zeggen. Maar als je hier bent, dan is het zo'n andere situatie. Waarschijnlijk als ik dit... Ik ken mezelf. Als ik dit terugzie, dan kan ik gewoon naar de spiegel lopen en zeggen tegen mezelf... Enzo, je bent zo'n poesie, jongen. Waarom deed je dat nou gewoon niet? Bro, het is maar gewoon anderhalf uur. Doe het. Wat is er mis met jou? Maar nu ik hier nu sta, damn, wat er dan doorheen kan gaan is absurd. Maar goed, nogmaals, en daarna laat ik het ook gewoon los. Maar het is een hele fijne bevestiging om te zien dat ze daar hangen en niet daar. Waar ze zijn nu op de helft. Ja, dat is echt sick. En ze blijven hangen op de helft. Dus dat is een hele fijne bevestiging voor mij. Want zo net gingen we echt in één keer straight naar de 40 meters. Yes. Yes. Oké. Maar dan moeten we nu even denken. Ja, misschien eerst even ergens zitten en even zoeken naar iets waar we kunnen eten. Ja, een ander plekje in ieder geval. Dames en heren, het hele grappige aan dit verhaal is dat we nu uiteindelijk bij een rooftop bar zitten. Hoger dan 40 meter waarschijnlijk, maar gewoon in een hele andere setting. Ja. Ik zat te kijken, is het hoger dan 40 meter? Ja, volgens mij wel. Want als je kijkt, is de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. We zitten op de zesde verdieping, geloof ik. Ja. Ja, we moesten ook in de lift op nummer 6 klikken. De zesde verdieping, dus zeker wel 40 meter. Dus ja, dit is waar we nu zitten. Het is gewoon, ja, het is heel erg rustig, omdat ze zeiden al van ja, de Grieken eten niet op dit tijdstip. De Grieken eten veel, veel later. Een beetje voordat we naar bed gaan, zeiden ze. Dus het is hier een beetje rustig, maar het ziet er wel super, super gezellig uit. En we gaan even lekker eten. Ik wil pastaatje eten. Spaghetti carbonara. Nou, kom maar met je bordje. Oh, ja, en die ober die had het verkeerd begrepen. Die dacht dat wij één bord met z'n tweeën wilden delen. Maar als ik dat zo zie, dan kunnen we allebei wel zo'n bord op. Maar alsnog is best wel veel, moet ik zeggen. Klopt. Maar we gaan lekker kaas eroverheen, nog een beetje extra. Ja, we gaan heerlijk smikkelen, dames en heren. Eet smakelijk, schatje. Jij ook. Dankjewel. Niet boos, hè? Nee, anders word ik wel boos. Oei, oei, oei. Nou, ik heb hier zoveel zin in. We gaan heerlijk smikkelen. Het ziet er goed uit hier. Oké, ik volg Myron nu op een tour door Athene naar, I don't know, gewoon iets. Yo, sowieso sprinkels, oftewel spikkeltjes. Beste wat er is. Lekker genieten, schat. Oh, fijn. Fijn, fijn, fijn. Nou, en ik loop weer achter de kont van Myron aan. Winkel in, winkel uit. We zijn denk ik iets van in 6 winkels gegaan, maar is helemaal prima. Is alleen maar leuk. Ik vind het leuk met jou. Wat zei je daarvoor? Dat ik 6 winkels in en uit zijn gegaan. Is alleen maar leuk, toch? Ik bedoel, kijk hoe mooi het is. Allemaal leuke winkeltjes. Het is echt wel typisch, dat is ook mooi trouwens. Er staat daar gewoon een kapelletje in het midden van de stad. En ja, dat staat daar gewoon. En de stad, de nieuwe stad zeg maar, is er helemaal omheen gebouwd. Dat is echt ziek. Maar goed, we zijn een beetje Nederlanders. Kijken, kijken, niet kopen. Maar dat mag. Is lekker genieten. Smikkelen, is lekker ijs? Yummy. Dames en heren, wij gaan lekker slapen. We gaan naar bedje toe. We hebben heerlijk gegeten. En we zijn allebei een beetje moe. We gaan lekker slapen. Oei, oei, oei. Ik ben klaar om te slapen. Dames en heren, ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Shoutout naar Stedentrips. Check een linkje in de beschrijving. Leuke samenwerking. En ik check jullie morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd... Dikke, vette, peace!